Het Polytechniek College Suriname PTC heeft in verband met haar 25-jarig bestaan een nieuwe logo onthuld. In het nieuwe logo zijn de bachelor-masteropleidingen beter zichtbaar, vertelt PTC-directeur Robbie Holband. De directeur zegt gemerkt te hebben dat niet alle opleidingsmogelijkheden van het college goed tot uiting kwamen als er werd gekeken naar de naamgeving. De huidige naamgeving, hoger beroepsonderwijs en zeker in het Engels, vocational education, higher vocational education, gaf mensen de indruk dat wij meer op diploma niveau, zoals het in de Anglo-Saxische landen aan toe gaat, zitten dan op degrees. En het bracht heel veel verwarring, ook bij partners, ook op het gebied van het vinden van samenwerkingsverbanden en ook voor financiële mogelijkheden bracht het heel veel verwarring met zich mee. Het bestuur heeft na vele discussies besloten om op een gegeven moment toch wel die verandering door te voeren, waarbij het PTC voortaan genoemd zal worden het Surinaams Polytechnic College University of Applied Sciences. Holband legt het verschil uit tussen de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het PTC. Een van de verschillen is dat PTC zich richt op het praktijkonderwijs en toepast wat wetenschappelijk onderwijs heeft uitgevonden. Anton de Kom Universiteit is een universiteit die zich heeft gericht op wetenschappelijk onderzoek. PTC is een universiteit dat zich richt op toegepast onderzoek. Wij maken gebruik van de deskundigheid, van de zaken die ontdekt zijn bij de wetenschappers, om te kijken hoe die in die samenleving toegepast kunnen worden. Vandaar dat PTC kiest voor University of Applied Sciences. PTC-directeur Robbie Holband.